De winterse transferwindow is weer gesloten. Welk gevoel overheerst er? Een positief gevoel wel. Winterwindow is per definitie wel een soort reparatiewindow, vind ik. En de zomerwindow is wat meer een bouwwindow, om het maar zo te noemen. Al met al wel goed. We hebben twee jongens laten gaan, Filip Krastev en Sam Hendricks. Jongens die hierdoor ook wat meer perspectief weer hebben dan bij ons. En met de komst van Patrick Joosten en Sekou Silla hebben we de korte termijn aan gedacht. En de middellange termijn. En daar zijn we wel tevreden over. Kwalitatief goede spelers. Even verder ingaand op de twee aanwinsten. Wat is het plan met die twee? Nou, de laatste, Patrick Joost, duidelijk korte termijn. Die is ook gehuurd voor de rest van het seizoen van FC Groningen. Zat daar in een lastig pakket door de speelwijze. En hij past perfect in onze speelwijze. Dus we zijn gaan kijken, wat helpt ons alle drie? Zowel voor ons, voor hem, als voor Groningen in dit geval. En dat betekent in ons systeem is hij echt wel specifiek heel goed een buitenspeler. Met creativiteit, met snelheid, dus heel explosief. Kan makkelijk vanuit stilstand een man passeren. Ja, zo'n type hadden we eigenlijk niet. En dat versterkt ons alleen maar in de aanval. En dat geeft een extra impuls ook naar de groep van oké. We spelen natuurlijk voor het behoud, maar we zijn er ook serieus mee bezig. Wat betreft Sekou Silla, dan hebben we het over een linksback die eigenlijk voor de wat middellangere termijn, dus die we eerder hebben gehaald, en op die manier kan wennen aan ons, niet alleen aan ons systeem, maar ook de intensiteit en de kwaliteit die er in een team loopt en de manier van trainen. Ja, daar hebben alle spelers wel een beetje moeite mee gehad, maar daar krijgt hij nu tijd voor om op die manier aan te haken. En we hebben hem zien spelen bij Topos. Ja, hij past in zijn manier van spelen, past hij gewoon heel goed. Laatste wedstrijd AZ, hij was nog maar net, wordt toch voor de leeuwen gegooid. Een pluim voor de staf dat ze dat ook doen en durven. En we hebben gezien dat er bij hem nog heel veel potentie in zit. Nu was er natuurlijk nogal wat commotie over een mogelijke transfer van Isaac Alon. Hoe heb je daarnaar gekeken? Ja, altijd in het belang van de club. Zo heb ik er altijd ingezeten en ingestaan. En ja, als het blijkt dat bijvoorbeeld het goed is voor alle partijen, behalve voor Cambuur, dan klopt het niet. Daarnaast was het ook zo dat het hing aan elkaar met bonussen en met gespreid betalen. En ik weet gewoon van andere clubs in Nederland dat die betalingsdiscipline niet altijd goed is. Dat je daar jaren achteraan moet zitten. Ja, dat kan gewoon niet. Dus dat ging hem niet worden. Plus dat ook een alternatief afviel. En dan moeten we echt wel aan onszelf gaan denken. Ook al wil je natuurlijk graag iedereen blij houden, maar ook ons, hè? Want het moet voor iedereen goed zijn. Maar als dat niet zo is, dan houdt het op. De interviews van Isa en zijn zaakwaarnemer heb je vast ook gelezen. Wat vind je daarvan? Om te beginnen bij de zaakwaarnemer begrijp ik die uitspraken gewoon niet. Het was gewoon heel helder. Ja, soms loopt het niet zoals zij het misschien hebben willen laten lopen. En zij kunnen wel steeds iets vinden, maar wij zijn heel lang bezig geweest om hem ook al te verlengen. En toen werd er vanuit hun kamp aangegeven, wij gaan gewoon niet verlengen. En nu kom je op het moment dat het niet goed voor ons is en dat wij zeggen van wij moeten aan onze belangen denken. Dan ga je in de zomer waarschijnlijk transfervrij weg, wat ze eigenlijk altijd al hadden willen doen. En dan gaan ze dit roepen. Ik begrijp dat niet, maar goed, oké. Wat betreft Isa. Ja, ik denk dat de soep niet zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend. Ik heb met Isa onderweg steeds heel goed contact gehouden. Ik heb hem ook uitgelegd hoe het is gegaan. En had hij ook begrip voor, want er werd ook gedacht dat hij misschien zijn benen stil zou gaan houden. Nou, zo is Isa niet. En hij was heel helder en naar mij toe en zei ook van jullie kunnen op me rekenen, want je kent me toch. En dat klopt, ik ken hem ook goed. Hij geeft gewoon volle bak gas voor Cambuur. Ja, als dat niet lukt, jammer, maar het moet voor iedereen goed zijn. En zo zat Isa daar ook in. Alleen, het is een beetje misschien beroerd naar buiten gekomen, maar niet zoals hij het zelf eigenlijk had bedoeld. Dus daarmee moet ik ook wel een beetje opkomen voor Isa.
Want soms zijn anderen die hem begeleiden niet altijd, heeft hij misschien ook wat invloed op gehad. En dat is niet zijn bedoeling geweest. We staan er natuurlijk nog steeds geweldig voor. Is het al tijd om de doelstelling aan te passen? Ja, vind ik ook. Het wordt hoog tijd. Doelstelling 1. Eerst zorgen dat we ons veilig spelen. Die staat nog als een paal boven water, want dat is nog steeds niet zo. Ik hoor iedereen van, gek dat jullie daar nog aan denken. Je kan pas je huid verkopen als de beer geschoten is. Tot op heden zijn we nog steeds niet veilig. Dus we moeten eerst zorgen dat we ons veilig spelen. Punt. En doelstelling 2, en misschien is dat wel een nieuwe doelstelling. Daarnaast willen wij zo hoog mogelijk eindigen op de ranglijst. Want als het ons dat lukt en we eindigen boven een aantal teams, dan is dat voor de club financieel interessant, omdat je daarmee meer tv-geld kunt genereren. Dat is gewoon hartstikke belangrijk in deze moeilijke tijd. Ik heb verhalen al gelezen over Europees voetbal. Dat is gewoon onzin. Dat hebben wij nooit gezegd, intern niet en naar buiten niet. Maar wel 1, handhaven en 2, zo hoog mogelijk eindigen op de ranglijst. Nou, daar zijn we gewoon hartstikke goed mee bezig. Maar we hebben nog 14 wedstrijden te gaan. Om tot slot nog even vooruit te kijken. Kunnen we nog wat contractverlengingen verwachten en waar ligt de uitdaging voor komende zomer? Ja, we hebben, als het goed is, 14 spelers onder contract nog. Die lopen nog door. Wij hebben 2 spelers die zijn gehuurd, Joosten en Tamaskis. Wij hebben, geloof ik, 3 spelers lopen einde contract, maar zit een optie in die automatisch gegenereerd wordt als wij in de Eredivisie blijven. En we zijn met 5 spelers wat contract van aflopen nog in gesprek. Goed nieuws kan eraan komen. Enerzijds verlenging, anderzijds dat we ook openbreken en verlengen. Maar dat komt nog wel. Verder is het zo dat ik nu eerst kijk naar de huidige selectie. Waar wij graag zouden mee willen verlengen. Dat wordt al een hels karwei, hè? Want ieder jaar dat we in de Eredivisie spelen, spelers bij ons blijven, worden ze ook eigenlijk wel steeds duurder. En de kunst is om toch het raamwerk bij elkaar te houden, dat wij niet een hele grote verhuizing van spelers gaan krijgen, want dan moet je bijna weer opnieuw beginnen met je speelwijze enzovoort. Het is beter om, wat we nu ook hebben gedaan, 80% te behouden, 20%, dat kan 75% zijn, 25%, maar een beetje in die volgorde. Waardoor spelers die binnenkomen sneller kunnen aanpassen aan onze speelwijze. En als jij, 60-70% moet vernieuwen, dan ben je vooral bezig weer met die speelwijze. En die tijd heb je bijna niet, want ja, je wil ook weer in het komend seizoen. En dan gaan we even uit op basis van Eredivisie ook weer goed beginnen. Maar eerst handhaven en zo hoog mogelijk eindigen dus. Ja, precies. Dat is de doelen die er nu staan. En voor veel teams, een aantal teams, is het vanzelfsprekendheid Eredivisie. Voor ons is dat niet. Daar gaan we gewoon mee aan de gang. En nog belangrijker, nu zitten we in het hoogste niveau. En dan hoop ik ook dat er heel snel weer onze supporters weer naar binnen mogen. Want we missen elkaar. Die wisselwerking, we hebben het nu weer meegemaakt. Ja, dat is toch uniek hier. En hopen dat snel allemaal straks achter de rug is en dat wij iedereen weer kunnen verwelkomen binnen. En dan is het weer met elkaar gas geven.